Vandaag ga ik 240 flesjes focusdrink weggeven aan de winnaar van mijn Minecraft toernooi. 5 verschillende games, 25 verschillende kandidaten. Laten we beginnen met de eerste ronde. Welkom in de PvP arena. Hier is het ieder voor zich. De kandidaten gaan vechten voor hun leven. En degene die als laatste overblijft, krijgt de meeste punten. Jongens en dames, welkom bij de PvP arena. Hier gaan jullie met z'n allen tegen elkaar vechten. Degene die als laatst overblijft, die krijgt de meeste punten. Ben je nou ergens halverwege, krijg je een beetje punten. En ben je als allereerste dood, als letterlijk als allereerste dood, dan krijg je maar één puntje. Het is een hele simpele puntentelling. Jullie kennen het allemaal. En ik zou zeggen, jullie mogen zo beginnen. Robin, wat vind jij ervan? Mogen ze vind beginnen? Ik ook. Als jij op die hoorn blaast. Als jij op de toeter blaast, mogen jullie beginnen. Blaast. Prima. Als Robin op zijn toeter blaast, mogen jullie beginnen, jongens. Ja. Wanneer gaat hij het nou doen? Wanneer gaat hij het doen? En? Nee, jullie mogen beginnen, jongens. PvP'er. We gaan goed kijken. Oh, jullie zijn rustig. Jullie zijn voorzichtig. Het is nog niet een heftige fight. Ik ben benieuwd wie er als eerst doodgaat. Die krijgt maar één puntje, jongens. Jij krijgt maar één puntje als je als allereerst doodgaat. Hoe verdrietig is dat als je erover nadenkt? Ja, ik snap dat je niet. Spel. Ja, ik snap dat je niet als eerst dood wil. Dat zou ook echt verdrietig worden. Wat? Er is iemand dood. Er is iemand dood, maar het komt niet in beeld. Echt? Oh jee. Oké, jongens, ik zie dat hier meer mensen doodgaan. Oeh, er zijn er al een aantal dood. Er zijn er al echt een aantal dood. We hebben hier Julian tegen Mark. Wie gaat het winnen? Julian of Mark? Oh, Julian heeft gewonnen. Oké, een aardig gevecht. Er zijn al aardig wat mensen dood. Ik vind het spannend, Robin. Ik vind het spannend. Ik ook. Wat hier gebeurt. Ik zie dat hier Brian is een beetje rustig aan het zijn. Max heeft gewoon 3 kills. Echt? Die Julian, jongen. Julian is gewoon mensen... Ja, hij is dood. Lekker voor je, Julian. hij is dood gegaan met 4 kills. Wat een strijder. Ah, wat een strijder. Wat een strijder. We hebben hier LW Luke die een beetje mensen aan het vonken. Hier het vonk het varkentje aan het slaan is. Oh. Oh, wasbeertje. Oh. Kom op. Wat ben je? Oh. Kijk uit, achter je komt iemand aan. Oh mijn god, weet jij? Die komt even iemand killen hier. Oké. Oké. Ik vind het spannend. Wat is Wasbeertje aan het doen? Die is een beetje aan het staan, hè? Ja, Wasbeertje is denk ik gewoon een beetje... Die denkt, weet je, kan mij het allemaal verrotten? Ik ga ik gewoon... Ik het zeggen hier. Vaspo, die pakt hem even alsof het niks is. Hier, Wasbeertje is dood. Oh. Vaspo, pak hem daar. Pak hem daar. Ga ervoor. Suppie hier rennen. Was Vaspo, je dacht je aan. Oh, jij... Oh, Suppie heeft iemand vermoord. Oeh, jongens, dit is de top 4. Jullie hebben sowieso echt veel punten. Oeh, Suppie. Even weer een kill. Oeh, gaat het pas op 8. Oeh, ik zeg het ook gewoon. Oh mijn god. Wie van deze twee gaat de volledige 25 punten pakken? Vaspo of WJ? Oeh, WJ moet wegrennen. Vaspo gaat er achteraan. Oh, spannend. Spannend, 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 spannend. Wie gaat als eerst durven te slaan? Ze springen een beetje met een shield. Gaat er ook wat gebeuren, jongens? We gaan jullie leven springen. Kom op nou. Hup, hup. Hop, hup. Oh, oh. Oh. Oh, dat betekent dat Vaspo de allereerste is met 25 punten. Dat betekent dat jij bovenaan staat in de league. Wat vind je er nou van? Ja, prachtig. Ja, prachtig. Je hebt de allereerste. Het betekent dat WJ 2008 24 punten heeft. Hij staat maar één puntje onder jou, hè? Ja. Want iedereen krijgt natuurlijk... Het is gewoon een hele simpele optelling, jongens. Dat betekent dat jij de meeste kans hebt om dat prachtige flesje daar... die ik hier ook in mijn handen heb, jongens... om die gewoon te winnen. Daar heb ik zin in, hoor. Ja, daar heb je zin in. Ja, daar heb je zin in. Snap ik. Weet je, Robin, laten we gelijk doorgaan naar het tweede event. En kijken of je dan daarna nog steeds op plek 1 staat. Welkom in de Anvil Arena, waar de Anvils je om de oren vliegen. De kandidaten moeten Anvils ontwijken die uit de lucht zullen vallen. Elke klap is dodelijk. Degene die als enige alle Anvils kan ontwijken, krijgt de meeste punten. Welkom bij ronde 2, jongens. Oftewel de dodelijke Anvil ronde. Er komen zometeen allemaal Anvils uit de lucht vallen. Valt die op je hoofd, heb je pech. Want dan ben je dood. Dan heb je letterlijk gewoon is je hoofd ingecrushed met een Anvil. degene die als laatste overblijft krijgt de meeste punten. En zo gaat het een stukje naar beneden. Ben je ergens halverwege krijg je een beetje puntje. Beetje punten. Ben je als eerste dood krijg je maar één simpel puntje. Zijn jullie er klaar voor? Spring als je er klaar voor bent. Kijk, top. We hebben hier verschillende levels. Level 1, level 2, level 3, level 4 en level 5 en level 6. We beginnen met een simpel level 1, Robin. En dat is aan jou de eer. Echt? Activeer maar gewoon de allereerste. Oké, nou mensen, dan zou ik zeggen, ik hoop dat ze goed naar boven kijken, want daar komt ie. Oeh, dan heb je de eerste, we gaan de mensen dood. Hé, hey, ik ben trots op jullie. Jullie hebben allemaal ronde 1 overleefd. Weet je, dan ga ik ook een level 1 spannen op. Doe dat. Oké. Kijk, het is even inkomen. Ik bedoel, jullie hoeven alleen maar nu omhoog te kijken. Zo moeilijk is het niet. Ik doe er gewoon nog eentje en dan doe ik zelfs met jullie mee. Nou, ik kon zelfs blijven staan. Nou, zullen we dan maar level 2 doen, Robin? Nee, ja, maar ik wil ook nog eentje doen. Want jij wil nog ook een level 1. Dat voelt goed. Kijk, daar komt dat voelt goed. Kijk, daar is hij, jongens. Nou, heel niemand goed, is dood. Dat betekent dat we doorgaan naar level 2. En hij is heel snel al. Oh. Onverwacht. Oeh. Ik zal het niet proberen boven te vliegen, want dat is gemeen voor die mensen. Dat is gemeen voor die mensen. Dat geef ik ook nog eentje. Jij doet ook een level 2? Weer niemand dood. Dan doe ik er nog eentje. Oeh. En dan gaan er zo meteen ineens heel veel mensen nog dood. Eentje. En dan doe ik er nog eentje. En dan doe ik er een eentje achteraan. Oeh, en dan doe ik daar een tweetje achteraan. Deze mensen zijn goed. Spannend, dan doe ik er een tweetje achteraan. Niemand dood. En dan doe ik daar een eentje achteraan. En dan doe ik weer een tweetje. En ik nog een tweetje, heel vlak erachter. Oeh, die spannend, die spannend.
Hoe is er nog niemand dood? Dat betekent dat ik gewoon een level 3 activeer. En dat er nog niemand dood is. Even kijken hoe dat gaat. Oké. Ik vind het... Mensen willen gewoon heel graag dat flesje achter jou, Robin. Kijk eens naar. Gewoon. Oh. Hij is toch prachtig? Wacht, weet hij je? Ik ga mooi. Gewoon even een... Als mijn editor hier even een intiem momentje van wil maken. Niet die geluiden erbij. Dat was dus geen 2-10. Hij is wel heel lekker. Oké, level 1. Level 1. Gaat er iemand dood? Nee, maar dat ga ik gewoon een level 4 doen onverwachts. Oh my days. Jongens, stop eens met even goed zijn of zo. Twee. Met de level 4. Nee, er is iemand dood. Dario. Oh, Dario is de eerste, jongens. Helaas, Dario. Dat is 1 puntje voor jou. Oh, ik gooi er gewoon gelijk nog eentje achteraan. Een level 4'tje. En dan nog een level 4'tje. Ik ga gewoon level 4'tjes om de seconde doen tot... Robin. We moeten dus afstemmen met elkaar. Oké, level 4. Ik ga gewoon om de seconde even level 4'tje doen. Level 4. Level 2. Level 4. We gaan om zijn beurt doen. Dat is wel eerlijk. Level 2. Level 4. Oh, er is iemand dood. Oh. Er is iemand dood. Er is level iemand 1. Dood. Level 5. Oh, er ging de 2 dood. Nee. Jongens, er zijn al aardig wat mensen dood. Dat betekent dat gewoon... Goed zo, Robin doet het eerst. Ah, dit is eng. Dit vind ik spannend. Dit was een level 5'tje weer. Level 5 pakt toch wel wat meer level mensen, 4. Zo te zien. Level 5. Oh, Luca. Sorry, man. Is dat nou level 1 die je deed? Ja, maar wel 2 achter elkaar. Oké, jongens, ik ga 1 level 6 doen. Dan kunnen jullie even kennis maken met level 6, oké? Okay? Maar deze. Kunnen jullie even kennis maken? Hij valt op zich, vind ik, wel mee. Oh, Brian valt hem niet meevallen. Oké, okay, nou ben ik er een beetje klaar mee. Level 1. Nou, Robin, naar jou de eer helemaal. Mijn dingen zijn stuk. Ga maar tot... Robin, ik ga nu de helft jullie unleashen, jongens. Level 1. Er komt level geen... 1. Het stopt niet 2. Meer tot er 1 3. Iemand over is. Het zal niet meer stoppen tot 1 iemand over is. Jullie moeten nu goed opletten. Het blijft nu doorgaan. Ga je dood, heb je pech. Robin zal doorgaan totdat er gewoon 1 iemand over is. Oeh, Vaspo is dood. Oeh, dat betekent dat degene die nu eerst wordt, die kan mogelijk de leiding nemen. Ik weet niet wie dat gaat zijn, maar die kan mogelijk de leiding nemen. Ik ga hem 50-50 doen. Oh, dit wordt de heftigste tot nu toe, jongens. Deze hebben we nog niet eerder mee. Oh, maar deze. Wow. En toch lukt het ze. Toch lukt het ze, inderdaad. Oké. Kijk, dan schroeven we het weer even op. Het is eindeloos. Bam. Oh, de eindeloos. Zo, die laatste. Ik spam level 5 en 4 nu. Ja, doe maar af en toe een sessie ertussen. Ik bedoel, dat kan geen kwaad. Oh, het is een 1v1 tussen. Wie is dit? Oh, Suppie heeft gewonnen. Je bent de winnaar. Met je lippen, rode lippen. Je hebt 25 geef gewonnen. Geef Max een smakkert. Nee, ik wil geen smakkert. Ga weg. wat vind je ervan? Je bent de winnaar van deze... Ik heb 25 punten verdiend hiermee. Ja, dit is goed. Ik vertrouwde mezelf goed vanaf het begin. Dus ik ben... Dat snap ik. Ik zou jezelf ook vertrouwen als ik jou was. En dat betekent dat jij waarschijnlijk best wel hoog nu in de lijst staat. En goede kans maakt om dat flesje daar achter jou in het echt gewoon gratis te proeven. En zelfs meer. Het is niet eentje, het is best wel veel. Let's go. Oké, laten we doorgaan naar de volgende game. Welkom in de kleurarena, waar je geen één kleur kan vertrouwen. De kandidaten moeten elke ronde een kleur kiezen. Daarna zal Robin of ik een kleur laten afvallen. Iedereen in die kleur zal sterven. Degene die als laatste overblijft, zal opnieuw de meeste punten krijgen. Oké, jongens, welkom bij het derde event, de derde game, oftewel de kleuren kiezen. Heel simpel, jullie gaan zo meteen een kleur kiezen. Dat is nu al gewoon, jullie mogen nu wat mij betreft al een kleur kiezen. Dus doe dat maar even. Alle kleuren zijn mogelijk, je moet wel een kleur kiezen. Je mag niet in het midden blijven. Oké, iedereen heeft zijn kleur gekozen, jongens. Jullie hebben allemaal prachtige kleurtjes gekozen, zie ik. Wij gaan nu een kleurtje af laten vallen en die is dood. We gaan op deze manier door totdat er nog maar 1 iemand over is. Je gaat nu wel in groepjes dood, dus dat betekent dat je geleidelijk op punten krijgt. Maar dat komt helemaal goed, dat is heel duidelijk. Voor ons. Laten we beginnen met een vuurwerkje, Robin. Ja, dat is goed. Ik ben heel benieuwd. De allereerste kleur die af zou vallen is... Oh. Geel! Nee, jongens! Het is zo verdrietig voor jullie. Het spijt me, dat zijn gelijk 4 mensen af. Dat zijn 4 mensen, Robin. Ja, helaas. Jullie mogen zelf in de lava springen, jongens. Kom maar. Je mag niet ontsnappen. Je mag zelf in de lava. Kom maar, spring er maar in. Je mag met eer mag je doodgaan. Je mag echt gewoon met eer doodgaan. Jij ook daar in het hoekje. Kom maar, wasbeertje. Spring erin. Het is dat of... Het gaat gewoon dood. Dat is het gewoon. Beter kan ik het niet maken. Ja, ga maar. Beter kan ik het niet maken, Smikkelbankie. Beter kan ik het niet maken. Spring er maar in. Kom maar. Je kan het. Goed zo, wasbeertje. Oké. Nou, dat betekent dat geel afvalt. Geel is niet langer. Dus tropical. Tropical, de smaak. Tropical is gewoon uit de game, jongens. Oh jee. Nou, jullie mogen een nieuwe kleur kiezen. Oké, kleuren zijn gekozen. Je mag... nu niet meer van kleur wisselen. Dat is niet meer toegestaan. Ik ga een varkentje in het midden spannen. Waar het varkentje heen loopt, die zal afvallen.
Zo simpel is het. Dan komt hij in 3, in 2, in 1. Het varkentje is gespand. Waar gaat het varkentje? Oh, God, Ross. Heel snel is besloten. Hij is zelfs Ross ingelopen. Jongens, het spijt me. Het spijt me. Oh, mijn God, jij was net eerste geworden. Dit is zo zonde van je punten. Maar je kan er helemaal niks aan doen. Het spijt me. Het spijt me, Suppie. Je kan er niks aan doen. Maar dat is zo zonde van je punten. Ja, ik zou het doen. Ik zou, als ik jou was, Luc. Ik vertrouw Oranje deze ronde niet. Ik zou jou naar groen gaan als ik jou was. Echt waar. Ik weet niet waarom. Ik voel groen gewoon wat meer. We gaan vuurwerk doen. Het is compleet willekeurig. Dus ik zou als ik jou was toch echt groen doen. Nee. Luc, ik zou naar paars gaan. Paars, maar, de nieuwe focus drink. Hij blijft bij Oranje. Ja, ik heb je gewaarschuwd. Nou ja, dat wordt toch Oranje. Komt-ie. Vuurwerk, kijk komt maar. Oh, maar deze. Nee, oh, maar het is rood. Het is rood. Oh, ik dacht even dat het Oranje was. Het is rood. Sorry jongens, jullie gaan dood. Helaas. Ik zou nu echt, als ik jullie was, vooral jij, Luc, zou ik echt naar Oranje gaan. Of, nou, weet je, ja, je kan naar groen gaan, maar ik denk nu toch dat groen afgaat. Ik weet niet waarom. Net voelde ik groen, maar nu niet meer. Oké. Kleuren zijn gekozen. Max, mag kleuren ik aan mijn wiel gekozen. Draaien? Jij mag ook aan jouw wiel draaien. Vind ik helemaal leuk. Het wiel is aangedraaid. Komt-ie. 3, 2, 1. Nee. Ik ben nog niet aan het spinnen. Oh, je bent nu pas aan het spinnen. Wauw. Ja. Nou, welke kleur wordt het? Welke kleur wordt het? Het wordt... Ik zei het nog, Luc. Ik zei het nog. Dat heb ik trouwens niet gezegd. Maar maakt niet uit. Blauw, helaas. Dit is het einde voor blauw. Dat betekent dat alleen nog maar bruin, groen, oranje en paars is ook gewoon nog echt over de nieuwe focusdrink, jongens. Hij is gewoon nog over. Ja. Zullen we weer een diertje doen? We doen een diertje. Ik ga het varkentje inzetten. Oké, bruin is wisselen, helemaal... trouwens, hè? Jullie mogen wisselen. Jullie mogen wisselen, inderdaad. Als je mag even wisselen. Oké, dan niet. Dan ga ik het varkentje nu plaatsen. En we kijken gewoon waar die naar binnen loopt. Hij gaat ergens naar binnen lopen, jongens. Het gaat niet om de kleur hier. Het gaat om waar loopt hij echt het vak in. Vind je dat goed, Robin? Ja, dat vind ik goed. Kan wel wat gaan natuurlijk, maar... Oh. Oh mijn god. Ik ging nou gelijk naar bruin. Ik dacht, ik bouw dit nog even dicht. Maar hij loopt gelijk bruin in, jongens. Het spijt me. Het varkentje heeft jullie lot bepaald. Ik wist niet dat het zo snel ging. Oh, wat lullig. Het betekent dat deze ook zal verdwijnen en dicht zal gaan. En nu zou ik toch wel... Oh, we hebben ze allemaal aan één kant. Wat leuk. Echt? En nu, jullie mogen nog een keertje... Ja, wissel even, jongens. Wissel even. Doe even leuk. Sam, dit gaat de grootste fout zijn van je leven. Ja. Nu je dat weet, wat ga je doen? Wat gaat Sam doen? Sam gaat naar... Oké. Het gaat tussen groen, het gaat tussen oranje en het gaat tussen paars. Brian, wat... je bent hemel alleen in paars. Gewoon in de hemel alleen in Forest Fruit. Oh, niet eens meer. Je bent niet meer alleen. Je hebt een maat gekregen. Nou... Gaan we even het vuurwerkje afsteken? Ja, dat kan. Ik dacht misschien ook leuk. Ik heb 3 keer paars, 3 keer oranje, 3 keer groen in mijn inventory nu. Ah, doe dat maar. Ja, doe dat maar. Dan kijk ik je wel goed aan zo. Oeh, hij eindigt op. Paars. Oh nee, de forest fruit. De forest fruit. Het spijt me, jongens. De forest fruit. Oh nee. Wat lullig. Ik ga met trots op het vuurwerkje klikken. Daar komt hij. Oranje of groen. En het is... Groen! Oh, Sam Bekelaar tegen... Oh, sorry jongens. Sorry. En Robin, weet je wat dit betekent? Dat betekent dat we een 1v1 hebben. We hebben een 1v1. We gaan groen wel even weghalen, zo. En dan gaan we lekker paars openen, omdat het natuurlijk over paars gaat, deze video. Zo. Ja. Oh, en ik snap dat jij naar paars gaat. Hij is paars. Dat is... Stel, jij wint deze, dan kan je niet eens boos zijn, Fastpo. Stel... De paars die wint nu gewoon, kan je dan... Ja, je kan wel boos zijn zeker dan, hè? Ja, dat dacht ik al. Robin, gaan we het met de varkentje doen of met de vuurwerkje? Ik vind een varkentje. Ik vind een varkentje ook wel leuk. Als Fastpo deze wint, staat hij heel hoog in de league, Robin. Dan staat hij heel hoog in het toernooi, want hij heeft al eentje eerder gewonnen. Dan heb je gewoon in totaal al 50 punten. Het varkentje is geplaatst. Waar gaat hij heen? Je hebt kans dat hij eerst de verkeerde kant oploopt. Maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk eindigt hij toch in de goede kant. Paars! Hij heeft Tinky Winky gekozen. Oh, maar deze, hij vond de forest fruit toch heel lekker. Het spijt me. Ik geef wel het varkentje gelijk. Ik had ook de nieuwe forest fruit smaak gekozen. Kijk, hij komt hier wel nog gerust stellen op zijn minst. Sorry. Oh, maar dat is wel de dood voor jou, voor Tinky Winky. Dat betekent, Fastpo, je hebt gewoon met geluk gewonnen, hè? Letterlijk. Er was niet meer geluk mogelijk. Ja, dat is tweede dan dit. Keer. Oh, mijn god. Je hebt nu gewoon, weet je hoe hoog jij nu staat in de league? Gewoon. Ja, hoog. Er staat echt heel hoog. En trouwens, niet 25 punten, want deze puntentelling hier werkt net wat anders. Maar jij hoort wel aan het einde hoeveelste je staat. Je staat in ieder geval heel hoog. Laten we doorgaan naar de vierde game. Welkom in de Spleef Arena. Waar de grond minder dik is dan je denkt. De kandidaten moeten het sneeuw onder elkaar weghakken, waardoor ze een eindeloze val maken in de void. Degene die als laatste op het sneeuw overblijft, krijgt de meeste punten. Welkom in ronde 4, jongens. Oftewel de Spleef ronde. Jullie hebben allemaal sneeuw onder jullie liggen. Jullie hebben allemaal een schepje. Zometeen kunnen jullie deze sneeuwlaag gaan hakken. Als je in de void valt, dan ben je af. Val je niet in de void, dan heb je nog kans om in de void te vallen. Maar ben je als laatste over, krijg je de meeste punten. Puntentelling werkt hier hetzelfde. Ik wens jullie veel succes in 3, 2, 1.
Jullie kunnen hakken. Jullie kunnen hakken. Oh, daar gaat er al één. Oh, daar gaat er al één. Oh, wie was dat? Wie is er al zo snel af? Het is Dario. Dario, wat lullig. Dario, wat ben jij snel afgegaan. Kan gebeuren. Oh, Lindolfje is ook af. Oeh, dat gaat snel, jongens. Dat gaat heel snel. Dat gaat heel snel. We hebben hier mensen die lekker een beetje bezig zijn. Lekker hakken en zo. Oh, daar ging hier iemand. Daar ging er iemand al. Ik weet niet wie dat was, maar daar ging iemand. Laten we even kijken. Waar is onze topspeler hier? Waar is hij? Ah, hier hebben we Fastbow. Jij staat op nummer 1. Jongens, ik zou zeggen, pak Fastbow. Dat is de enige manier om misschien nog een beetje kans te maken. Ja, als je Fastbow pakt. Je weet dat hij op plek 1 staat, hè. Dus als je voor hem gaat... Kom op, Julian. Dan heb je meer kans dat je uiteindelijk nog wint. Maak je levensmissie ervan. Ja, Julian gaat ervoor. Oeh, er viel er iemand. Pas op dat je niet in de void valt, jongens. Dan ben je af. Oeh, dat is Notjubber. Die is af. Notjubber. Oh, dat is jullie al tegen. Oh, pas op, jongens. Weet ja, dat Fastbow plek 1 staat. Dat is gewoon een goede tip. Niet iets tegen Fastbow, maar dat is gewoon een goede tip voor jou. Probeer de mensen waarvan je denkt dat die een beetje aan de top staan te pakken. Dan heb je meer kans om te winnen. Jeetje, jongens. Hebben we zoveel moeite gedaan deze arena's voor jullie te maken. Kijk wat jullie binnen 2 minuten doen. Jullie slopen het helemaal. Ja. Zo ons best gedaan. En dan slopen jullie het. Oh, yes. Nee, die Stinky Winky, die neemt wraak. Stinky Winky neemt wraak. Fastbow heeft net van je gewonnen. Pak hem. Neem wraak op hem. Maar pas op dat je niet doodgaat. Daar gaat. Kijk hier. De Swiss die zit gewoon achter hem aan. En we hebben hier gewoon... Oeh, Suppie, jij hebt er ook 1 gewonnen. Jij bent trouwens ook iemand die hoog in de league staat, hè, jongens. Dus het is misschien ook voor jullie handig om voor iemand zoals hij te gaan. Dat is gewoon voor jullie handig natuurlijk. Want stel hij eindigt laag, dan zijn zijn punten eigenlijk voor niks geweest aan het begin. Dan heb jij meer kans omdat je gewoon kan winnen. Oh, Sam. Oh, nee. Fastbow heeft je goed te pakken. Robin, is het denk je tijd om de arena kleiner te maken? Of? Ik wilde het gaan zeggen, ja. ik denk dat het tijd daarvoor is, hè? Ik ga gewoon een kant gewoon weghalen. Ja, prima. De arena wordt kleiner, jongens. Pas op, er komen gaten in. Het wordt kleiner. Het wordt spannender. De arena is helemaal gesloopt. Het is gewoon helemaal kapot. Weet je, ik ga gewoon even lekker een slokje van de forest fruit nemen. Doe je slim. Ja, gewoon even lekker tussendoor, weet je. Dan kan ik even in rust even kijken. Gewoon even een slokje nemen en zo. Kon ik dat ook maar. Maar ik heb hem nog niet. Maar hij is binnenkort in de winkels, jongens. 13 februari, ja. Kan je bij de Albert Heijn halen. 13 februari. Bij de Albert Heijn? Bij de Albert Heijn, inderdaad. Maar volgens mij is hij 9 februari al beschikbaar in de webshop. Dus wil je hem nou eerder, kan je hem in de webshop halen. Oh, er is iemand dood. Wie is dat? Volgens mij was het Wasbeertje. Oh, Robin, dit is spannend. Oh, dit is echt een battle of de 2 die echt heel hoog staan. Deze 2. Je bent het veiligst op de 3e laag natuurlijk. Alleen ja, het is eng. Het is heel eng. Ik snap het. Ik had het ook echt eng gevonden. Wat gaat er gebeuren? Wie van deze 4 gaat de meeste punten krijgen? Ja, inderdaad. Het is nu toch wel een beetje de... Oh, pas op. Oeh, Suppa is dood. Suppie bedoel ik. Nee. Oh, dan kan hij me geen smak het weer geven. Oh, het is die Fastbow Julian en WJ. Fastbow Julian en WW. WJ bedoel ik. WJ 2008 is het. Oh, de arena wordt telkens kleiner, jongens. Pas op. Oh mijn god, het is Julian en Fastbow. Wie wint? Nou, het is weer Fastbow. Dat meen je niet. Fastbow, krijg je het voor elkaar om weer te winnen? Het is niet te geloven. Ik heb zoveel mensen nog gevraagd, jongens, pak hem. Anders wordt hij weer eerst en het gebeurt gewoon. Dat flesje is wel heel dicht in je handbereik op het moment nu, hè? Die daar. Ja. Nou, weet je, het is. We gaan nog 1 game doen, Robin. Het is nog 1 laatste game. Ja, we gaan nog doen. Eentje maar. Nog eentje maar, dus misschien kan je wel winnen. Wie weet. Nou, laten we in ieder geval doorgaan naar het allerlaatste game. En ook nog eens de beslissende game. Welkom in de Parcours Arena. Dit is de allerlaatste ronde van dit toernooi. De kandidaten moeten 5 keer een rondje rennen door dit enorm moeilijke parcours. Degene die als eerst over de finishlijn rent, krijgt de meeste punten. Welkom in de allerlaatste ronde. Jongens, dit is de race van jullie leven. Jullie hebben nog nooit een race meegemaakt die zo intens is, die zo spannend is. Robin, ze moeten zo meteen gaan rennen. Ze hebben een heel parcours die ze krijgen. Jullie krijgen allemaal gekke dingetjes die jullie moeten overleven. Nou, in principe kan je niet echt doodgaan. Je kan alleen hier een beetje bij de lava doodgaan. Voor de rest is het heel spannend. Ik wens jullie veel succes. 5 rondes gaan jullie rennen. Degene die als eerst naar die 5e ronde over de finishlijn is, die wint de meeste punten enzovoort. Net zoals allemaal net. Het is heel simpel. We gaan kijken. De top staat op het moment. Fastbow, ik weet niet waar die staat nu. Daar is hij. Daar heb je hem. En ik weet niet wat de stand is, maar dat komt helemaal goed. Jongens, jullie mogen gaan rennen in 3, 2, 1... Go! Go! Kijk, daar gaan ze, Robin! Oh, jongens, ik vind het spannend. Oh, er zitten nu al mensen per ongeluk vast. Wie is op de lead? Oh, Swiss staat in de lead. Swiss, je kan het. Ja, helaas, Swiss. Dat is een prank. Mensen worden geprankt. Er zijn onzichtbare muren hier, jongens. Kom op. Oh, Suppie heeft echt een zieke leiding genomen. Heel goed. Wow, Suppie. Ja, dat kan niet op, Suppie. Moet je even een alternatief zoeken. Hoe ga je dit doen?
Hoe ga je dit doen? Dat kan je niet op. Oh, dit was zonde van je voorsprong. Dit is zo zonde van je voorsprong. Julian, oh, die snapt het ook niet gelijk. Oh, Mega Furstone, die snapt het gelijk. Zonde van je voorsprong, en dit. En Suppie is er ook, Suppie is er ook. Ja, maar dat is zonde. Ja, nu jongens, het Doolhof des doods. Het Doolhof des doods. Nee, die komt nog. Nou, hij is best wel simpel te halen. Het is gewoon, je moet in één keer de goede dingen doen. Oh, Suppie. Oh, Suppie. Mega Furstone. Nee, Furstone is het. Oh, Furstone. Die staat echt als eerst. Er zijn nog steeds mensen bij het parcours. Daarmee, oh mijn god, er zijn mensen nog steeds daar vast inderdaad. Hoe gaat het ermee? Ja, het gaat mensen, goed. Oh wat ja, moeten dit is onzichtbaar. Doen? Dit is onzichtbaar. Dit is eng. Oh Swiss, je ging er gewoon voor. Je ging gewoon rennen. Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed. En we hebben hier Mega Furstone die als eerste over de eerste ronde heeft gehaald. Dat betekent dat je nog 4 keer moet rennen. Notje erachteraan. Oh, Julian en Swiss. Oeh, die zitten er vlak achter. Kijk jongens, jullie moeten onzichtbaar dit dingen halen. Ja, dat is moeilijk hè, om dit onzichtbaar te doen. Jongens, jullie lopen hier nog steeds vast. Hier lopen mensen vast aan het begin. Ja. Echt? Oh, Julian is alweer verder. Oeh, maar waar is Furstone? Oh, die heeft zijn voorsprong opgegeven. Dat betekent dat Julian en Swiss hier met z'n tweeën. Oh, daar gaan ze. Daar gaan ze. Het is heel moeilijk om voor ons bij te houden wie nou als eerste telkens over de finishlijn is, jongens. Daarom hebben we de replay mod aanstaan. En dan kunnen we zo meteen met fotofinish techniek kunnen we kijken wie eerst is en wie laatst is. Dat komt helemaal goed. Je tweede rondje is voltooid. Hij gaat naar zijn derde rondje. Oeh, wie staat er op 1, Robin? Weet je dat toevallig? Ja, Not Jurber. Echt? Is dat op 1? Ja. Ik dacht dat het Julian of Swiss was hier, want Not Jurber loopt volgens mij ronde 8 nog. Nee, volgens mij niet. Klopt dat? Ja of nee, schudden? Ik loop je ronde... Oh, jij staat eerste! Sta jij eerste? Oh, Not Jurber staat als eerste. En dit is de tweede en dit is de derde. Dus als we deze goed in de gaten houden... Oh, hij heeft het verpest. Hij heeft het verpest. Oh, Swiss ook! Julian neemt de leiding. Oh, Jules, Max en Not Jurber zijn we over de finishlijn. Daar komen ze ja. weer. Oeh, en wie erachter? Waar is Swiss? Oh, Swiss staat ervoor, hè? Swiss staat op plek 1 op het moment. Volgens mij. Volgens mij is Swiss de leider. Het gaat eentje heel en weer de hele tijd. Swiss staat alweer bij Robin? Het onzichtbare parcours. En wie staat erachter? En weten we dat? Geen idee, maar Jules Max gaat daar nu pas weer uit. Dus volgens mij... Oké, Swiss hier. Het ding is, ik weet niet zo goed wie daarna... Volgens mij doet Dirk-Jan het ook wel goed. Suppie is volgens mij ook nog wel iemand die het heel goed doet. Oh, alleen het parcours is aangepast, jongens, de route. Dat is het vervelende. Hij is telkens anders. Ja, Swiss is gewoon klaar. Swiss is klaar. Oh, dat betekent dat we de eerste hebben. De eerste met de meeste punten. Jij hebt nog niet eerder gewonnen, volgens mij. Dus dat betekent dat het... Oeh, dat kan nog spannend worden, jongens, wie er gaat winnen. Dan hebben wij hier Suppie, die denk ik ook klaar is. Ja, weet Luc ook. En die gingen tegelijkertijd. Oh, maar René, Suppie, die houdt de fotofinish bij, jongens. Dus je moet wel snel over de finishlijn, hè. Voor die meerdere punten. We hebben Wasbeertje, die moet nog een ronde. Sam is klaar. Oh, en Mega Furstone is ook klaar. Maar Sam was eerder. En dan hebben we hier... Vaspo nog een keer aan. Die moet voor Vaspo. Strong is klaar. Oké, okay, Strong is ook klaar, top. Vaspo moet nog 1 ronde, zie ik. Oké, dit is in ieder geval al de selectie die gewoon veel punten hebben, jongens. Jullie hebben allemaal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eén iemand heeft hier maar 19 punten. Voor de rest hebben jullie allemaal boven de 20. Ja, oeh, WJ kijk, is klaar. WJ is ook klaar. Jules en Max moet Julian, ook nog 1 ronde. Moet jij nog een ronde? Ja, dit is zo goed. Ja, maar die is op 1 ronde achterstand gezet. Fonk is ook klaar. Dan hebben we hier Dirk-Jan, die is ook klaar. Reigert, die is denk ik... Ze zijn allemaal klaar. Dit is denk ik voor heel veel mensen de allerlaatste ronde, zo te zien. Dan is het alleen nog tussen Dario en Mark. Eentje hoeft nog maar te finishen, de andere is gewoon heeft de laatste plek gekregen. Dit is je laatste ronde, Mark. Mark moet nog een rondje. Mark moet nog een rondje, wel Robin. Wel eerlijk van hem. Ja, hij valt ook nog in de kop, Ems. Hij moet nog een rondje. Nou, kom op, Dario. Kom maar, ja, Dario moet denk ik nog een rondje, toch, Dario? Dario moet nog een rondje. Dario is druk bij het parcours. Daar is dit jouw laatste rondje, Mark. We gaan het zien. We gaan het zien. Ja, dan zou ik wel doorrennen. Dat betekent dat Mark ook... Je wacht nog... dat betekent dat Mark ook naar de finish gaat. Jongens, spring even voor Mark. Ga tegen de muur aan. Hier, Dario, vanaf hier kan je doorrennen. De springplank. De springplank. Dario, ik verklaar dat dit jouw laatste rondje is. Jongens, ik wil allemaal graag springen. Een applaus. Allemaal voor springen. Dario. Op de laatste plek. Daar is Dario. Oké, dan gaan wij nu heel even de puntentelling doen, jongens. Dan gaan we even met het team en met de jury gaan we even zitten. Gaan we kijken wie er eerst is geworden in het hele event en wie de laatste is geworden. En dan gaan we daarna de prijsuitreiking doen. Dan zien we jullie kijkers bij de prijsuitreiking.
zo begon het focusdrinkavontuur. 240 flesjes, één persoon. Weet je, ik ga gewoon eentje schudden, dat heeft hij vast niet door. Ik opende de auto, gooide hem erin en ben gelijk de rest ook ingeladen. 13 februari in de Albert Heijn, jongens. Ik startte de auto en ben snel op pad gegaan. Na een tijdje onderweg te zijn, kreeg ik trek, dus ben ik even een gezonde hap gaan halen. Toevallig zat Robin daar ook binnen. Huh? Eenmaal verder op de weg hebben we even naar ons favoriete nummer geluisterd. Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit. En zijn we over de meest wilde wegen gereden. Want niemand zal ons stoppen om de focusdrink te bezorgen naar het juiste adres. Vlak voordat we aankwamen bij onze bestemming, zijn we nog even gestopt in het bos om wat extra forestfruit te zoeken. Want ja, hè, forestfruit groeit natuurlijk in bomen. En na een tijdje gezocht te hebben... Natuurlijk kwamen we eindelijk aan bij onze bestemming en hebben wij alle focusdrink veilig afgeleverd bij de winnaar.